Goedendag allemaal. Marcia is onze kroosje-expert, die is weer aanwezig vandaag. En waarom? Zoals jullie weten plaatsen wij wel eens foto's op LinkedIn. En toen hadden we als schadebeeld hadden we deze waaier. En daar hadden we ook netjes genoemd van oké, dat is dat en dat. En toen kreeg ik een kijkersvraag van kan jij eens even uitleggen wat dat is? En toen heb ik die even geparkeerd, want ik ben dan wel pompidioot, maar we hebben gelukkig ook een corrosieidioot. Dus Marcia, bij deze, wat is dit? Ja, het is een waaier. Ja. Ja. Nou ja, je gaf aan dat hij in schoon water heeft gezeten eigenlijk. Ja, dat zegt de klant. Hè? Ja. Het lijkt heel erg op dat het eigenlijk verpotloding is van de waaier, ja. De spongiose. En dat is eigenlijk dat als je bij gietijzer een water hebt wat geen te lage pH eigenlijk heeft gehad, dat het vaak een langzaam corrosieproces is waarbij dan het ijzer eigenlijk in oplossing gaat. Ja. Dus dat corrodeert, dat geeft wat corrosieproducten en dan blijft eigenlijk in de matrix alleen het koolstof van het gietijzer blijft eigenlijk achter. En dat is ook de reden, zoals ik het altijd controleer, even met mijn vinger eroverheen. Ja. En dan hou je de koolstof op je vinger over. Over, ja. En dat noem je nu verpotloding. Spongiose, het heeft verschillende spongiose namen. Spongiose, ja. Vind ik veel leuker klinken. Ja. Dat klinkt veel interessanter op een verjaardag. Dus ik noem het ook altijd spongiose. Ja. En dan gaan ze natuurlijk vragen, wat is het dan? Het is eigenlijk een hele selectieve aantasting. Ja. Een bijna soort vorm van galvanische corrosie. Dat er plaatsvindt. Ja. En nu gaf je aan van als de pH te laag is. Ja. Maar wat is te laag? Wat is normaal? Eigenlijk als je water hebt en je hebt een pH van lager dan 8, dus zeggen we lager dan 8,5, dan zou je dat al kunnen gebeuren. Oké. Terwijl ik weet uit de pomptechniek dat ze zeggen 6,5, 7. Voor gietijzer? Voor gietijzer hoeven we totaal nergens bij na te denken. Oh ja, wij zeggen altijd juist net iets hoger, dan weet je dat je niet hier last van krijgt. Ja, ja nou ja, kijk. Deze waaier heeft het dus maar niet overleefd. Maar het is wel een heel langzaam corrosieproces. Mm-hmm. En het gaat ook vrij lang goed. Want je ziet in eerste instantie niet dat de waaier er eigenlijk aangaat. Want zijn normale structuur blijft gehandhaafd door dat koolstof. Hè? Ja. Het alleen op een gegeven moment is zijn krachten, dus zijn body is eruit. Ja. Maar je ziet het niet meteen. Nee. Ik ben jaren op zoek geweest naar schadebeelden van spongiosis. En en daarom ben ik er, ik moet nog een taart brengen, maar die komt eraan. Maar nu heb ik ineens een paar schadebeelden met spongiosis. En er kwam ook een cursist op een gegeven moment naar me toe met een cursus. En die had een waaier bij me. Hij zei, Jos, ik ben 2 jaar op zoek geweest naar iemand die mij kon vertellen wat dit was. Hij zei, en ik weet het nu. Hij zei, jij weet dat niet. En ik kijk er zo eens naar en ik zie dat mijn vingers helemaal zwart worden. Ik zeg, dat is spongiosis. Dat is verpotloding. Nou, die moest aan de beademing, want die had zoiets van, dat kan niet dat jij dat weet. Maar het leuke was, ik weet niet of je dat wel eens geprobeerd hebt. Die waaier had voor de helft had die in de vloeistof gezeten. Dus de helft was aangetast en de andere helft niet. Had heel lang stilgestaan. Ja, dat is niet deze, een andere waaier. En op een gegeven moment pakte ik een theelepeltje. En als je met een theelepeltje... Klinkt heel anders. Klinkt heel anders. Klopt. Ja. Ja. Dus ook mocht je een waaier hebben met spongiose thuis. Of een leiding kan ook spongiose hebben. Of een ander tik er even met een lepeltje op. Ja. En het klinkt dof. Ja, het klinkt dof. Ja. Hey, dat is weer een tip, die krijg je gratis. Tip van de dag. Ja, en hoe lang kan jij ongeveer vertellen over spongiose? Ja, eigenlijk niet zo lang, want het is eigenlijk gewoon een vorm, dus dat is dit ijzer. Ja, maar nou, eigenlijk had ik gehoopt dat je zou zeggen, ik kan er een hele dag over praten, zo enthousiast ben je. Maar... Oh. Ja, eigenlijk is het een vorm die... Maar kan je het de mensen makkelijk leren herkennen? Je hebt het zelf net genoemd. Je ziet het niet soms, absoluut niet. Je ziet het soms als een hele oppervlakkige aantasting. Als je erop klinkt, dan klinkt het. Het geeft een ander geluid dan als het gewoon nog echt het staal, als staal aanwezig is. En je krijgt er zwarte vingers van. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is dit een hele makkelijke? Nee, eigenlijk wel. Jammer. Je kan het oplossen door eigenlijk dus gewoon, als het bijvoorbeeld in ketel voedingwater zie je het wel vaker, om net de pH-waarde even op te krikken. Ja. Dan gebeurt het niet meer. Maar ik heb dit beeld ook gekregen van, of dat zag ik ook in een pomp, die staat oppervlaktewater op te zuigen. Maar dan is het schoon zoet water. Zoet water. Ja, dus eigenlijk geldt hetzelfde dan. Ja.
En maar ja, daar is even de pH bijstellen is toch is wel een extra lastig. Uitdaging. Ja, dan moet je eigenlijk toch naar een ander materiaal. Ja, nou wat hebben we tot aangedaan. Nou, dit was de kijkersvraag, hè? Jullie weten nu wat spongiosis voor potloding is. En zo niet, wil je Marcia de uren over laten vertellen. Allemaal mogelijk. Corrosiecursus. En mocht het nodig zijn, dan kunnen jullie misschien ook voorzien van wat documenten. Wat meer over spongiosis kan je boven je bed hangen. En dan word je net als Marcia, word je ook een corrosie-idioot. Hartelijk bedankt weer voor het kijken. En Marcia, jij natuurlijk ook bedankt voor het beantwoorden van de kijkersvraag. Goed. Tot de volgende keer. Dag.